In het kader van het stimuleren van het ondernemerschap in Suriname is vandaag de Mobile Technical Vocational Education Training Center, Mobile TVET Center, gelanceerd. De launch had vanmorgen plaats op het terrein van het ministerie van Handel en Industrie en Toerisme. Het project is het resultaat van een samenwerking tussen de Panza Group of Companies en het ministerie van HINT. Het gaat om een landelijke roadshow die diverse gebieden zal aandoen. Het is de bedoeling dat er ook informatie over het klein en middenondernemers, het KMO-fonds, zal worden gegeven. Het TVET Center wordt ook gepromoot als sleutel om versneld de capaciteit van de Surinamer onder alle lagen van de bevolking te versterken. Volgens HI-directeur Reina Ravales voldoet de roadshow ook nog aan de SDG nummer 9, namelijk industrie, innovatie en infrastructuur. De bedoeling van die goal is om inclusive development te hebben op dit gebied. Inclusive development betekent dat iedereen betrokken wordt. Binnenland, districten, Paramaribo, iedereen die de wens heeft om zich verder te ontwikkelen in de industriële sector, om innovatief bezig te zijn, dat die mogelijkheid geboden moet worden. En het beleid van dit ministerie zeker is om daaraan invulling te geven. Ik wil het bedrijf feliciteren met deze stap. We hebben gezegd, als jullie rondgaan het hele land door, zorgen we ervoor dat we met het KMO-fonds ook rondgaan samen met jullie roadshow. En zodat overal in het hele land men ook bekend is met de mogelijkheden die het KMO-fonds te bieden heeft. Voor HINT-minister Ferdinand Welzijn staat het creëren van productieve werkgelegenheid centraal. Want, zegt Welzijn, we kunnen alleen groei en ontwikkeling brengen als wij productief bezig zijn. De Mobile Technical Vocational Education Training Center is daar een goed voorbeeld van, meent de bewindsman. Zolang we blijven klagen en praten en niets zelf doen, dan zullen we er niet vooruit komen. Goede initiatieven ondersteunen, dat is onze plicht. En dit is een concreet voorbeeld van hoe het wel kan. Hoe we beter en meer kunnen bereiken voor onszelf, voor Suriname. En ik denk dat wij niet verder kunnen gaan dan een staande ovatie geven, een staande applaus geven aan dit initiatief van de heer Panza en zijn groep. Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme. Hij sprak vanmorgen in verband met de launch van de Mobile Technical Vocational Education Training Center. Een samenwerking tussen zijn ministerie en de Panza Group of Companies. Dit mobiele trainingscentrum gaat landelijk mensen trainen in de techniek en zo ondernemerschap stimuleren.